Volgens mij kunnen jullie het alweer zien waar wij weer zijn. Bij het metrostation. Bij een metrostation, ja. Kijk eens, vrouw die is lekker aan het eten, omdat hij dat lekker vindt. Klopt. Een hele goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog vanuit de auto. Het is Wijziger Karen en Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 12 september 2022 en het is nu 10:30 geweest. Ik ga dus nu even onderweg naar Geldmaat. Ja, naar Geldmaat, jullie horen het goed. Dus om even wat te toneren. En ik neem jullie gewoon zoals altijd weer gezellig mee. Maar eerst gaan jullie even aan de oplaadkabel. Dus wij wensen jullie gewoon weer, zoals vanouds, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ik sta nou nog net bij het ziekenhuis. Ben ik nou net binnen geweest. Injecties weer gehad. Want nee, daar word ik niet helemaal vrolijk van. Maar ja, hè. Moet ook gewoon even doorgaan, zeg maar. Dat soort dingen. Dus zij hadden niet zo heel veel. Dus ze hebben nou de belangrijkste plekken genoemd, zeg maar. Ook goed, helemaal best. En dan ga ik dingen controleren. En eens even kijken of ik ook het kaartje erin moet knallen. Dat is dikke mooi. Het is een beetje smalletjes, ja, dat weet ik. I know. Dat weet ik helemaal. Dat het smal kan wezen, ja. Het is hier ook smal, jongens. Yes, het is hier ook smal, 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 smal. Zo. Is het kentekenregistratie of is het geen kentekenregistratie? Ik denk het ergens wel. In 3, 2... Beetje doorrijden niet. Oh, ben ik blij dat ik een foto van heb gemaakt. Oh ja, oh, we kunnen ook niet goed zo een beetje. Oh, oké. Okay. Nou, dan wordt het raampje open doen. Mooi. Kijk, ik kan het wel allemaal. Zal ik maar gewoon doen. Zo. Yes, dankjewel. Nou, kaartje weer ingeleverd, zeg maar. Zo. Weet je nou hoeveel ik moest betalen? Een hele 80 cent. En dan ga ik die andere kant op. Want ik wil weten of namelijk bij die ene Albert Heijn een ondergrondse parkeergarage is. Dat zou ik heel graag willen weten. Yes, wat stiek idee. Ja, nou, en ik ga dus nu even kijken, controleren. En ik ga Rob bellen. Ook een hele goeie. Nou, we staan er weer. Ja. Nou, dit is Roos' auto. Jee, kijk. Er is heel veel. En daar staat mijn beauty, ja. Nou, dit is Roos' auto. En ik ga ook weer even wassen. Dus, tot straks. Je knipperlicht staat nog aan.
Ja, het is groen. En de twee zeggels naast elkaar. Ik ga wel weer gewoon achter jou, is leuk. Want ik ben toch aan het filmen, is leuk. Waarom is het dan weer leuk? Nou, even die vent achter mij te pesten. Waarom zit ik iedere keer en bij die laatste verkeerslichten te denken dat je dan richting Delft toe gaat? Ja, dat kan. Richting Noordhoop Centrum of richting Delft, mag ik kiezen. Groener als dit, wat het niet, jongens? Nee. Oh ja, en ik moet nog eerst even tanken. Dus dan gaan we eerst even naartoe tanken. En dan naar de Appiegein. Eerst even remmen voor deze bocht, want het is heel eng namelijk. Vind jij deze eng? Ik niet meer. Nee, die had iemand voor die witte busje voor me. Ja. Die moet heel hard gaan remmen. Mm-hmm. Het was heel eng die bocht, zeg maar. Ja, die is heel eng. Gaat jouw verlichting automatisch aan? Eens even kijken. Ja, jouw verlichting gaat automatisch aan. Jo. En dan hier weer links. In rechts? Links. Rechts dus. Rechts? Hoe kom je nou weer bij rechts? En links en rechts weer altijd omgedraaid. Ja, toen ja. Maar ik ben hem nu weer even aan het... Hier naar rechts, dan ga ik. Schat, zou je er alsjeblieft mee willen stoppen met iedere keer dat dan weer... Stoppen, heel goed. Ik ben gestopt. Ja. We zijn gestopt voor het verkeerslicht. Ja, maar schat, ik bedoel het voor mij iedere keer dan weer door en door de war halen. Want dan zit het nou... Door de war. Schat, alsjeblieft. In de oorlog. Maar ergens in de oorlog. Daar zit in de war. Kun je mij ook alsjeblieft eens even uit laten praten? Nee. Jammer. Dat is heel moeilijk. Dat is eng. Ja, dan moet je even lekker aan bij Annie zijn. Die vindt het eng. Dat is helemaal eng. Eerst geremd worden natuurlijk. Er komt een vreugde heel aan. En er staan geen borden meer verder, dus dat is weer doorrijden, schat. Schat, want ik zit ook een... Ik wil net zeggen. Kom op. Ga je mij maar even achterna nu. Move, doe maar. Met je Volkswagen. For sure. Opa, ga daar eens weg. Opzouten. Zo, nou, Rodi staat dus op niveau 2 en ik sta dus daar beneden buiten. Ja. Beneden, dus een stukje naar beneden. Want je hebt ook hier nog een 3. Dat is helemaal op dak. Rodi staat hier. En ik sta dus daar buiten. Komt op. En Rodi heeft een karretjes lopen scoren. Dat is wel handig. Hé, schat. Past wel. Past wel, ja. Dus, ja, dat is handig. En nog steeds is de Jumbo dicht. Ja.
Ja, jammer. Maar er mist iemand nou haar broodjes. Ja. Ja. En we kunnen ook VB kijken. Eventueel straks, momenteel. Dat is, en dat is een mogelijkheid, hè, VB. Ja. En ik moet even anders even kijken of ze het hier hebben. Dus dat gaan we ook even kijken. En ik moet even kijken voor in de auto, voor een bak. Ik kreeg ook, nou ja, dat wou ik wel, maar ik kreeg ook inderdaad die tip om dat inderdaad te gaan doen. Nou, ik hoef geen fietstas. Nee, dat hoef ik maar niet. Wat zou ik ook weer doen? Oh ja, dat. Schrijfblok en een bak. Even kijken, en dan zoek ik zo'n bak. Maar dat hoeft nog niet zo heel groot te zijn. Het kan ook gewoon een lager zijn. En ik moet even kijken of ze die hier hebben. Ja, deze dingetjes. Het is wel een A5, maar denk ik. Maar dit is een, volgens mij heeft ze een kleinere. Dat is een A5. Want ze wil deze dingetjes hebben en niet die wat de row heeft. Het is inderdaad een A5, dacht ik. Want kleiner heb je ze niet, dacht ik. Het is wel inderdaad een A5, inderdaad. Want ik moet het zo zien, maar ze wil het op deze manier hebben. Ja, dat heb ik niet. Oké. Dus het is inderdaad een A5. Oké. En nou moet ik weer overend. Dat is stikke fijn. Yes. Dank je. Nee. Die en die wil ze niet, nee. Schriftjes? Nee, gewoon zo'n ding. Nee. Ja. Precies dat. En dan gaan we weer de action uit. Want ik wil wat erover laten zien. Wat ik wil voor in de auto. Ik laat het jullie ook wel even straks even zien. Ja. Schoon weer naar buiten? Een deurmo is toch dicht, hè? Muisjes, oh ja, meisjes. Ja. En je hebt toch overal wel muizen zitten. Oh, Roosweer. Auto ga je zeker naartoe. Ja, dacht ik al, auto. In één keer is hij weg ook. Waar ben jij nou weer naartoe dan? Oh, daar. Nou, ik was even rook kwijt, maar nou niet meer. We zijn dus nu in een winkel, in een andere winkel dan wij altijd normaal komen, bij de Albert Heijn. Maar Ro die zocht wat. De roze en de blauwe? De witte. En de witte. Ja, ja, maar wat zocht je? Deze. De? Want ik zei net, ja, want ik zei dus net van geef mij maar de Jumbo. Toen zei Rover, ja, maar dat kan niet, want die zijn gesloten en vanwege de muisjes. Ja, nou ja, dat kan gebeuren, hè, joepie. We zijn nu de bij boepie. De blauwe supermarkt. En we zijn dus nu bij de Albert Heijn. Ja. Er zitten ook muisjes. Ja, de muisjes. Blauwe en witte. Ja, en de gestampte muisjes. Ja, die worden niet gesloten vanwege de muisjes. Maar ja, ik praat al wel eens hard. Ja, en dat zijn ze hier bij de Appie Heijn niet gewend. Nee. Wordt gelijk weer gevraagd. Heeft hulp nodig? Nee, heb ik niet. Daar is ik al. En geef mij maar lekker de Jumbo. Dan kan ik lekker praten wat ik wil. Dan kan ik ze daar een beetje, hè, witte vlokken. Vol van smaak. Ja, de ruiten. Weet je het even? De ruiten, ja? Weet je het even, oké? Kijk, dat heeft Ro alweer in zijn kar. Ja. Zo, weet je waar ik zin in heb? Ik zal eventjes in mijn raam even hier even open doen. Het is gewoon tanto warm. Zo, ik heb namelijk iets gehaald. En bij mijn geliefdallige visser, genaamd Heen Kraan. Oh, en als ik dit laat zien aan mijn mama, dan gaat ze jaloers worden. Sorry, mam. Zou ik het toch weer eens een keertje hiermee naartoe moeten nemen? Oh, dit is toch lekker, jongens. Dit is lekker. Ja, dit is heerlijk. Oh,
Oh, ik wil zo graag een stukje alvast, hè. Oh. Want Rodi staat dus, wat ik al eerder zei, aan de andere kant. Dus die is nou lopen naar zijn auto. Ja, naar zijn auto. En ik ben eventjes een klein visje aan het rieten. Is lekker. Ah. Dit is lekker. Mmm. Yummy. Mmm. Yummy. Mmm. Ja, en Ro is helemaal geen visfan en ook geen groentefan. Ja. Fruit en fruit dan weer wel. En ik weer niet. En geef mij maar weer groente. Compenseert elkaar weer, ja toch? Oh, dit is zo lekker, jongens. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Oh. Mmm. Hier kom ik echt even bij. Ik moest echt ook echt eventjes een visje hebben. En ja, deze heb ik ook wel. Maar... doe het nog even zo. Nog even de laatste. Jee, hij pakt hem gelijk. Mooi. Nou, laatste pakken. En dan ga ik zo rood bellen, even kijken waar die uithangt. Mmm. Nee. Echt super. Alleen, het enige nadeel is. Ja. Oh, dat is zwaar. Ook dat nog. Ah, lekker jongens. Ja. Ik ga rood bellen. Dat is ook. Mhm. Hij gaat over. Hallo? Hi. Nog even bezig. Oh, nou prima toch. Volgens mij kunnen jullie het alweer zien waar we weer zijn. Het metrostation. En bij een metrostation, ja. En het is de vorige keer ons heel, heel goed bevallen, hè? We kunnen, ik wou net zeggen, we kunnen ook hier gewoon naar boven. Hè? Huh? Wat? Kijk, de auto's die bocht van komen. Ja, dat en dat zeer zeker. En fietsertjes, ja. Maar ja, daar is ook al. Het was ons de vorige keer zo goed bevallen. Dus ja, dan gaan we hier maar gewoon weer naartoe, hè? Dus ja. Kijk of het weer bevalt. Wat zijn nou? Kijk of het weer bevalt. Ja. Het weer is goed, dus dat bevalt wel. Ja, en dan regent het nu in Den Helder. Want wat mama die bij ons nog. Nou, we gaan dus nou via deze kant naar boven. Het is een leuke doolhof, zeg maar. Maar het is wel een leuke doolhofje. Nou. Kijk eens. Ja. Helemaal geweldig. Dit is nog makkelijker ook aanlopen, schat. Hey. Dit is nog makkelijker ook. Want? Ja, echt hè? Maar ik vind het wel leuke woningjes volgens mij. Ja, maar dat weet ik niet of en of het die kleiner is. Hi, Bek. Kijk, die kan hier zelfs ook nog naar boven. Maar voor de bekenden die het allemaal weten. Ja. We gaan hier weer eten, jongens. We gaan hier weer eten. Hoi. Hey. Wat heb jij weer op je bordje? Nou, satéetjes. Kip. Ah ja. Ja. Koolop kip. Ja. En koolop ja. En babypak. Ik heb hier voor jou een haai vegetarisch. Ik heb hier weer met dat genaam. En ik heb hier ook weer ja, koeihulu met kip. Ja. Dus en we zijn hier weer. Dus geswerry toch? Mm-hmm. Top. Eet smaak. Ja. En daar was je weer. Ja, dat was ik weer. Je hebt weer een ronde en dit je... Ja. Kijk, koekjes. Mm. Yummy. Ja. Eitje. Ja.
Wakker aan. Ja. Die zijn correct. En de pak zit correct. Oké, okay, lekker. Oké. Okay. Hoop ik. Nou ja, laat het proeven. Smaken. Want die had je nog eerst en de vorige keer niet, hè? Nee. Lekker? Mm-hmm. Een beetje tekenen. Ja. Kijk eens, vrouw die is lekker aan het eten, omdat hij dat lekker vindt. Oh, goed. Die ken ik nog niet. Ajan Poespoes. Een beetje hoe dat ketchup smaakt. Lekker. Ja, en ik moet toch omdenken wat ik allemaal eet. Dat ik nou niet zo heel veel eet. Dat merk ik al nu al. Ik moet er echt even mee op gaan oppassen. Dat ik bijna 5 kilo ben afgevallen weer. Ik heb tomatensoep nemen. Hopelijk, hè? Nee. Lekker, hè? Mm. Maar je vindt het hier dus fijner eten dan bij samen. Het is wat compacter, zeg maar. Waarom is het wat compacter? Nou, dit is het eetgelegenheid, zeg maar. Maar je kan halen. Ja. Mm-hmm. Samen heb je 4 verschillende afdelingen. Ja. En heb je ook wat gezelligheid qua zitplekjes, zeg maar. Mm-hmm. Wat knusser. Ja. Okay. Dus je zou dit dus wel aanbevelen voor iedereen hier in de buurt? Met de buurt wel, ja. En uit Groningen te komen is het een beetje verder. Ja, oké. Okay. Maar het is wel fijn om hier lekker te zitten. Mm-hmm. Oké. Okay. En er wordt weer voor mij eten klaargemaakt. Mooi. Dank je, smeer ze ook lekker. Ja, lekker hè? Beetje pittig? Wat? Nee, heet. Niet pittig, maar wel heet. Ja, maar dan weet je wel dat het gewoon goed is. Het is goed warm, ja. Dat is mooi. Een beetje, hoe je dat ketchup smaakt. Als je bezig hebt met warm, ja. Lekker, hè? Ja, lekker. Ja, een groot stuk. Wat? Ja, een groot stuk. Ja, dat is alleen maar goed voor je. Ja, toen zaten we lekker in de auto. Totertje. In het totertje, zoals Ro dat weer altijd zegt, inderdaad. Helemaal geweldig. Mm-hmm. En dan ga ik weer even de auto starten. Jullie horen hem. Wat? Kun je ze aan de P zetten, alsjeblieft? Is nergens voor nodig. En dan moet ik even wachten tot het alles weer op is gestart. Ja, lijkt me handig. Ja, doe maar. Gaan we het gelijk doen? Ja, goed zo. Mm-hmm. Maar wat is dat? Komt aan bloffen eigenlijk. Dat is een nummer en dat laat ik je zo wel horen, maar BL en dan O met een streep doorheen met een F. Jij even uit. Kijk, want als ik nou zo doe. Ja. Je ziet gewoon in dat hij scherp blijft. Nee, helemaal goed. Helemaal top. Park pilot. Dus, maar wij gaan nu weer lekker op naar huis rijden. Helemaal top. Ja, ik rij. Ro lekker niet. Nee. Jullie weten allemaal stuk voor stuk dat ik dus Google Home Hub heb. En ik heb dus ook dus, dat dus nu ook dus, ja, via mijn telefoon. Dus als ik aan het autorijden ben en ik wil, als ik weer naar huis ga, wat verlichting aan hebben, dan kan ik dat dus ook gewoon via de auto doen. Dus als ik zeg, hey Google, ledstrip PC 50%, dan zie je dus dit gebeuren.
En dan gaat zij weer lekker praten. Maar nou ga ik weer wat anders zeggen, want ik wil hem gewoon weer op 100. Hey Google, let's trip PC 100%. gaat het daar weer iets anders doen? Maar oké, maakt niet uit. Maar ik wou het even aan jullie laten zien. Ik ga gezellig samen met mijn grote vriend Speedy de vlog afsluiten, jongens. Ja. Dus, vond jij deze vlog nou weer leuk? Ik zou zeggen, vergeet zeker hier beneden niet te abonneren. Doe het belletje aan, want dan blijf je namelijk op de hoogte. Doe het duimpje omhoog, want dat zou ik helemaal tof vinden. En laat even gelijk een leuke reactie achter wat je weer van deze vlog vond. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.